Ja, wij merken dat onze ondernemingen zich niet meer beperken tot hun traditionele activiteiten, maar dat ze zich focussen op nieuwe activiteiten en nieuwe ontwikkelingen. De bal breekt uit in Limburg, zoals wij dat zo zeggen. En wij zien dat op allerlei vlakken. Vandaag hadden wij een inspiratiesessie rond drone-toepassingen in de bouw. Welke mogelijkheden, welke toekomstmogelijkheden, welke opportuniteiten dat met zich meebrengt. En we zijn immens tevreden met de opkomst. Ik denk, net zoals jullie allemaal, zijn we heel hard aan het rondkijken naar wat dat drones voor ons kunnen betekenen. Uiteraard de klassieke flyovers van bestaande werven en dergelijke, die passen wel wat langer toe. Ik denk dat de meesten onder ons dat doen. We zijn eigenlijk een Zwitserse firma die al bijna 200 jaar bestaat. Gefocust, of komt vanuit de landmeetkundige toepassingen eigenlijk, dus de totaalstations en de GPS'en. Ondertussen is ons productgamma zo vergroot dat wij ook machinebesturing hebben, de disto's, mobile mapping systemen, 3D laserscanners en ook drones. De firma Topcom is wereldwijd leverancier en fabrikant van landmeetkundige apparatuur en 3D machinecontrole. De activiteiten van drones passen eigenlijk in onze pijler van mass data capting, waar dat we aan de hand van drones via fotogrammetrie opmetingen doen van bestaande oppervlakte en zo een 3D-model creëren. Wij merken enorm veel toepassingen voor de bouw. Bijvoorbeeld volumeberekeningen die kunnen worden gedaan met deze drone. Vaak hebben aannemers grote stockpiles met stockages van gronden die iedere maand moeten opgemeten worden. Met die drone zouden ze dat kunnen doen in enkele minuten. Drones kunnen ook gebruikt worden voor inspectie van windmolens en dergelijke. Dus ons palet wordt groter door iedereen die drones te implementeren. Het vergt natuurlijk wat opleidingen en dergelijke meer, maar evengoed een werfleider zou de drone kunnen besturen. De verwerking die misschien wat meer vakkennis vraagt, zou dan eventueel door de landmeter kunnen gebeuren, maar een werfleider kan er ook mee aan de slag, zeker. Ja, we zijn blij natuurlijk dat het nieuwe KB weldra zal goedgekeurd worden, die het mogelijk zal maken om voor professionele doeleinden te gaan vliegen met drones voor opmetingen en dergelijke te doen. Dus dat zal de vraag alleen maar vergroten. Misschien als we naar een andere sector kijken, naar de veiligheidssector, zijn er daar mooie voorbeelden die inspirerend kunnen werken voor onze bouwers? In België op vandaag doen wij geen commerciële activiteiten rond drones, omdat dat verboden is. De wet is nog steeds niet uit. In Frankrijk en in andere... Je hebt dus die vliegende vogel of die vliegende robot en die kan inspectie doen. Inspectie van windmolens of hoge gebouwen, daken. Maar men kan ook met die drones heel wat opmetingen doen, zodat ingenieurs eigenlijk dwarsdoorsteden kunnen maken, volumes berekenen. En uiteraard op de werf kan een drone ook een veiligheid, een oog hebben in de lucht om te zien ja, wat mag er hier komen, wat niet. Of het kan ook een hulpmiddel zijn om kleine verplaatsingen te doen, om koude bruggen, warmtebruggen te ontdekken, om kwaliteit van de werf te bekijken enzovoort. Het is een redelijk sexy onderwerp. Vandaag zijn er hier bijna 200 mensen aanwezig. Dat toont toch aan dat de bouwwereld meer en meer kijkt naar die drone. We zijn dus een bewakingsfirma en we helpen bouwfirma's in het beveiligen van hun werven door bepaalde oplossingen te bieden. Mobiele oplossingen als tijdelijke alarmsystemen, maar ook interventies, patrouilles die we kunnen doen. Bijvoorbeeld voor bouwfirma's, omdat er op werven regelmatig diefstallen gebeuren, vandalisme enzovoort. En wij helpen de bouwfirma's om dat tegen te werken. Dus wij zien drones als een oplossing naar de toekomst toe om ons werk van bewakingsfirma te gaan helpen, om veel sneller ter plekke te zijn door in plaats van met de wagen patrouille te sturen, gewoon een drone te gaan sturen die ter plekke onmiddellijk kan gaan observeren en rapporteren wat er gebeurt. Wij zien dat ook als mogelijkheid naar de toekomst toe om drones op bepaalde werven bijvoorbeeld te hebben, die dan regelmatig rondes gaan doen en die dan als er iets misloopt kunnen rapporteren en alarm slaan. In Frankrijk bieden wij al reeds oplossingen op het gebied van drones en bewaking, waar dat wij grotere sites bewaken, sites die moeilijk bereikbaar zijn of bewandelbaar zijn door agenten. Of sites die gevaarlijk zijn, CVZO geclasseerde sites. Vanuit het WTCB willen we de mogelijkheden van drones voor de bouw van nabij opvolgen. We zien veel mogelijkheden, veel potentieel, onder andere bij de mapping, opmetingen van gebouwen enzovoort. We hebben ook vragen, wat kan het echt betekenen voor de dagelijkse praktijk van een werfleider bijvoorbeeld? Hoe zit het met nauwkeurigheden? Hoe zit het met een aantal nieuwe toepassingen? Zijn er nog onderzoekstaak nodig enzovoort? En we willen bovenal goed op de hoogte blijven om de aannemers
bij te staan bij de ontwikkeling van verdere toepassingen. Wij zijn dronepiloten. Voor ons is het enorm belangrijk om mensen te informeren over wat we doen, wat we kunnen. En aan de andere kant, de Belgische bouwnijverheid, zeg maar, blijkt toch dat die heel weinig weten van de wereld, terwijl er al heel veel gaande is in het buitenland. Dus die informatieuitwisseling is volgens mij bijzonder nuttig. Ja, het was super interessant. Ik vond het zeer interessant. Het is goed om te kijken waar dat eigenlijk alles staat, wat een technologie eigenlijk vandaag de dag is. Wat dat de bedrijven aan te bieden hebben aan de aannemers en ook wat dat de aannemers eigenlijk verwachten van de bedrijven. Ook op het gebied van veiligheid zie ik toepassingen in de toekomst, zoals bijvoorbeeld het evacueren van mensen van hoogte, het beveiligen van mensen die op hoogte werken, die geen andere mogelijkheid hebben om zich te beveiligen en zo. Ja.